Zo, ik ben er weer. Het is op dit moment bijna, het is 9:15. We hebben om 9:00 een afspraak op de manege. En dan ga ik Blondie weer zien na een paar dagjes. Ik heb er weer heel veel zin in. En ik hoop dat jullie ook zin hebben om het weer te zien, denk ik. Hey! Hallo! Ik ben een beetje verkouden, dus ik kan niet naar je schreeuwen. Nee, dat kan niet. Ik ga nog wel even duren. Zo, kind en pony zijn weer herenigd. Hallo paard. Hallo? Nee, paard heeft geen zin vandaag. Ik heb een afspraak met Cher. Cher die gaat ons kanaaldesign doen, of die is ons kanaaldesign aan het doen. En we gaan even brainstormen, zoals dat heet, over wat leuk is, wat niet leuk is. Ja, en zo gaat dat als je een YouTube-kanaal hebt. Daar komen ook nog heel veel andere dingen bij kijken. Dus ik ga naar de kantine en dan ga ik met Cher aan de slag. Zo, en we zijn alweer onderweg naar de manege. Het is nu inmiddels 5:10. Dus dat is even anders dan bijna 9:00. En we gaan op buitenrit. Het is wel een klein beetje winderig. Dat zie je nu niet heel goed. En dat is toch gelijk wel weer een goede schriktraining voor hun. Het kwam net wel met bakken naar beneden, dus we moeten wel een beetje oppassen bij het gras, dat het niet te nat is. Dan zie ik jullie op de manege, mijn moeder daar. Gaat wel verder filmen met de telefoon natuurlijk, omdat het zo windig is en omdat het natuurlijk ook weer kan neerstorten met de regen. Zo, ik heb hier Hoef en Pees. Ik zou jullie één ding vertellen. Dit is van Ecostel. Ik zou jullie één ding vertellen. Dit ruikt lekker. Ik heb gewoon bijna de neiging om op te eten. Worden mijn teennagels daar ook goed van? Het is een beetje droog. Gaat lekker. Dit geven we na de wei. Omdat de hoeven... Dat is goed voor de hoeven na de wei. Zo, ja, ik ga het maar geven. Oké, we gaan op buitenrit en jullie krijgen iPhone-beelden. Want ja, het waait en ik ben ook bang dat het gaat regenen. En als ik dan een camera meeneem en die opnap, dan kan ik hem weggooien. Dus dat gaan we niet doen. Van buitenrit. We zitten nu weer in de auto en we zijn weer onderweg naar huis. De buitenrit, de Blondie, was echt een bikkel. Ze ging bijna overal gewoon langs. Het was wel heel grappig, was Blondie schrok van een zakje. En Verona liep gewoon op dat zakje. Dus dat was wel weer grappig. Het ging eigenlijk allemaal best wel goed. Ondanks dat er zo harde wind stond. Dus ik ben weer trots op ze. En dan, ja. Het is vandaag zondag. Ik voel me niet helemaal lekker. Ik ben heel erg hoesterig. Klein beetje buikpijn. We gaan naar de manege toe. Om de paardjes in de stapmode te zetten en los te gooien. Want vandaag, wat gaan we vandaag doen, mama? Blondie en Verona samen in het... Oh. Paddock! Als er plek is. Als er plek is. De twee poepjes staan bij elkaar. Oeh, lekker hoor. Hopelijk ga Blondie hier ook bij rollen. Hallo schatje. Het is de bedoeling dat je met Verona gaat spelen, niet met mij. Ja, ik hou ook van jou. Nou, ben je toch goed getraind, hè? Ja.
is maandag vandaag. En vanmorgen heeft Aldwin Tessa naar school gebracht, omdat het zo groot is. En ik zit in de auto met... Hallo. Met mij. Wie is mij? Rick. Het zijn mensen die jou niet kennen, omdat je best wel weinig in beeld komt de laatste tijd. Nou, ik begreep ook dat er wat requests waren dat ik weer af en toe in beeld kwam. Ja. Dus bij deze. Hoi, hier ben ik weer. Oké, en wie ben je dan? Ik ben Rick. Rick is de broer van Tessa. En vroeger deden we prinsessenhaartjes samen met Rick. Ja, en nu niet meer. Nee, maar nu doet Rick af en toe nog wel wat voor hard verpaarden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kanaaltrailer of Blondie kan praten, daar heb ik in mee geholpen weer. Die titel heb ik inmiddels veranderd. Oké dan. Eerste keer een proefje rijden met je nieuwe pony. Ja, die bedoelde ik. Die. Maar wat gaan we voor jou doen? Nou, ik doe voor de derde keer een eerstejaars opleiding. En dit keer is dat Human Resource Management. En ik moet een personal branding noemen ze dat. Dus gewoon een video maken over mezelf. En dan doe ik wat paar leuke shots van je auto. Sorry. En dan doe ik een paar shots van dat ik een beetje met de paarden loop, een beetje met Tess loop. Een beetje coole, mooie shots maak. B-roll ook wel genoemd. B-roll heet dat. Ja. B-roll. Dus we zijn nu op de zandwachter in de auto. En die zal dan zo wel komen. Ja. Hi. We zijn hier vandaag op iets heel speciaals. Nou, sowieso, de manege is sowieso heel speciaal. Maar we zijn met iemand heel speciaals. Hallo Rick! Hallo, hier ben ik. Hoi. Hi. Nee, ik moet extra praten in de microfoon. Hi. En we gaan paardjes in de molen zetten. Dat is al gehad. Ja, I know. En Rick, wie ga jij in de molen zetten? Weet ik niet. Wie ga ik in de molen zetten? Wie je wilt. Nou, Blondie dan maar. Ja, wil je Blondie doen? Ja. Hallo. Ja, Blondie! Daar, dat is energy. Hallo? Blondie! Hallo? 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 Goeiedag. Je hebt om je gelachen, man. Nee? Oh, stop. Oké. 1 en 2. Zo. Blijf staan, hè. Als je omvalt, dan ben ik plat. Hé, hey, laat me komen zitten. Hi. Mis. Dit is Henja. Henja in haar natuurlijke habitat. Als ze denken dat het gewoon allemaal te nat is, dan blijft gewoon op één plek staan. Nu horen ze je niet, hè? Ze horen alleen maar mij. Oh. Rick gaat het proberen! Ik ga het proberen. Hallo Henja, ik heb een aardappel. Ik heb ook geen aardappel. Oh. Ik krijg allemaal van die haatcomments zeker. Mm-hmm. Hallo. Zou ik zo openstaan? Zo werkt het. Nieuw weer is nieuws geleerd. Paarden en ponerts. Jij dus ook niet. Mogen geen aardappel. Maar als je nou een Ierse paard hebt, daar eten ze altijd aardappel. Vandaag is een bijzondere dag, het is 1 oktober. En ons bedrijf Betabatterij die gaat verhuizen. Die gaat eindelijk ons eigen huis uit, dus daar zijn we heel gelukkig mee. Maar het grote verhaal is dat Hart voor Paarden mee mag. En dat er zelfs nog een beetje ruimte over is om een studio te maken. Dus ik ga jullie laten zien waar we heen gaan. Nu is alles nog leeg. Hier een overhead deur. En nu is er dus helemaal niks. Ja, lampjes en een trap. Nou, hier komt Hart voor Paarden natuurlijk niet, want we gaan voor een studio. Ik zal even... Kijk, we hebben een enorme trap. Die trap is dan misschien ietsje minder. Maar hier zijn we aangeland bij het gedeelte dat dan voor Hart voor Paarden is. Het is heel donker, dus ik kan niet alles laten zien, maar hier komt dan de webshop. In een kamertje. Nou, je ziet nog wel iets. En waar de andere plank kan, nu past het natuurlijk niet. Tegenlicht. Betabatterij krijgt natuurlijk gewoon het grootste gedeelte. Tot hier ongeveer zo. Dan komen hier 2 bureaus. Hier komt de vergadertafel.
Hier is een keukentje, kitchenette, heeft een naampie. Maar hier komen dan van die, hier aan het plafond, komen dan van die echte railsen waar je studiolamp op kan hangen. Dit wordt een greenscreen, dat zwarte hier. Misschien dat ik de zijkant ook nog wel een greenscreen wil. En dan komen hier dus twee rode stoeltjes voor YouTube en een tafeltje ertussen. Komt er een grote bank, zodat je het een beetje kan verbouwen. En dan komt er natuurlijk een pc en alles erop en eraan om livestreams te doen. Maar ook om studiovideo's te maken. Dus stel dat we een keer iets te vertellen hebben of dat we een Q&A opnemen of wat dan ook. Dan kan dat dus in onze heuse echte eigen studio. Hoe cool is dat, jongens? Dat is toch echt te cool. Vandaag hebben wij een springkliniek bij Bianca Schoenmakers. En Blondie, heb jij er zin in? Vandaag praat ze niet. Heb je er zin in? Volgens mij wel. Hi paard. Was je aan het slapen? Nou, we gaan toch maar even in de molen, vrouwtje. Ziet er niet zo gezellig uit vandaag. We gaan in de molen. Waarschijnlijk heb ik geen enkele reden om zorgen te maken, maar ik vind haar een beetje mat. Dus ik ga even de therapiedeken pakken van Bukas en dan in de stapmolen. Dat doe ik meestal wel. Alleen vandaag dacht ik, ik heb haast, dus ik doe het even niet. We moeten zo meteen naar de Arkhoeven voor die clinic. Maar toch maar even het extra loopje om even die deken te pakken, want ik vind haar een beetje mat. Nou, inmiddels er hoefjes uitgeprakt. En even een borstel overheen gehaald, deken opgedaan. Dus ik heb ook wel gewoon de books uit, maar ik vind het gewoon niet enthousiast. Nou hoeft dat helemaal niks te betekenen. Maar als je een paard als Verona hebt, kan ik je vertellen dat je overal iets in ziet. Dus we houden het even in de gaten. Vandaag is het toch vrij, dus lekker even in de molen. Dan hoop ik dat ze er zo iets enthousiaster uitkomt. Ja, ik vind het niet zo enthousiast. Oh. Het wordt al beter, geloof ik. Ietsjes. Nou, daar is de molen. Ze ben je een leefje hier dan? En ik help je mee. Kom maar. Nou, ik ga even een timer zetten, want anders dan weet ik hoe dat gaat. Dan raak ik helemaal, hoe heet dat, vol van dat we weggaan. En dan vergeet ik ze ook mijn paard uit de molen te halen. En dat heb ik liever niet. Vandaag word ik geschoren. Oh ja, ik moet nog zeggen. Het is vandaag tomtedag. Verona en ze wil niet stilstaan, maar ik heb ruim een meter gesprongen vandaag en dubbels zijn altijd een probleem bij mij, maar die gingen vandaag dus goed en Verona heeft het warm, dus ik ga even stappen.